Vandaag nemen wij een kijkje naar hackers in Fortnite. Heb jij nou nu al zin in? Laat het dan natuurlijk weten door zo snel mogelijk op dat blauwe duimpje omhoog te drukken. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. We zitten namelijk super dichtbij die 240.000 abonnees. En misschien ben jij wel die 240.000 abonnees. Vandaag komen we in de video en we kunnen het eerst al zien. En dat is dat iemand neerlasert. Van echt een ontzettend grote afstand. Alleen maar headshots. What the heck? What the heck? Dit is zo'n harde aimbot die deze guy gebruikt. Dat is niet normaal. Oké, wat hebben we hier? What the heck? Met de drumgun van zo'n afstand. En hij raakt alles. Dit is nog steeds dezelfde persoon. En hij no-scoped de laatste. Wow! Deze guy vliegt gewoon. Dit heb ik nog nooit gezien in Fortnite. Dat iemand gewoon letterlijk kon vliegen. Met hacks. What the heck? Oh mijn god, hij vliegt gewoon door de lucht en hij schiet alles raak. Hij heeft een minigun in zijn handen en ze hebben gewonnen. Dit zag er zo raar uit. What the heck? Oké, dit is heel apart. Dit is echt super apart. Deze guy zit gewoon door de lucht te vliegen. Wat hebben we hier? Hier hebben we iemand die alles raakt. Allemaal headshots. Oké, wat hebben we hier? What the heck? Hij raakt alles. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier een iconic skin staan en die wordt neergemaaid. Oké, we hebben hier iemand met de boombow en... Wow! Oh mijn god, oké. Wow, die is ook neergelaserd, joh. Die is ook neergelaserd. Dit is niet normaal, de mensen die aimbot gebruiken. What the heck? Die mensen die aan het spectaten zijn, snappen er ook helemaal niks van. Deze guy heeft namelijk op het moment al 6 mensen die aan het spectaten zijn. En hij hit gewoon alles. Dit moet wel aimbot. Dit kan niet anders dat het aimbot is. Kijk dan! Kijk dan met een drumgun! En dan pakt hij J.R. erbij, dan switcht hij even over. What the heck? Oh mijn god. Oké, hij might raffle op los verder. What the heck? Oké, wow! Allemaal headshots! Oh mijn god, die drumgun is zo OP met aimbot. Hoppakee, alles op het vliegtuig raakt ook nog even die persoon ertussendoor. Dit kan geen goede aim zijn, dit is gewoon aimbot. Dat moet het gewoon wel niet zijn. What the heck? Hij is gekild! Hij is nog gekild, de hacker is nog gekild ook. Oh mijn god. Oh mijn god, ook. What the heck? What the heck? Oh mijn god. En dat alles met een hunting rifle of met een, hoe heet dit ook weer? Ik weet niet meer hoe deze gun heet. Maar, wat? Dat ding doet ook mogelijk veel damage, kijk dan. Oh mijn god, hoe heette dit wapen ook weer? Als jij het weet, laat het weten hieronder in de reacties natuurlijk. Maar what the heck? Deze guy hit zoveel schoten, dat is niet normaal. Oké, wat hebben we hier? De hacker is geboogiebomd. Wordt de hacker nu gekild, ja of nee? Oh, hij wordt weer geboogiebomd. De hacker wordt geboogiebomd. De hacker is gekild. Lekker. Oh mijn god. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier iemand op een vliegtuig en die heeft ook één bot. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat? Hij hit alles zo makkelijk, zo soepeltjes. Daar beneden ook, ziet er iemand, bam, bam, hoppakee, dood. Oh mijn god, die mensen die aan het spectaten zijn, snappen er ook helemaal niks van. Oké, wow. Oké. Die zijn allebei gekillt met een SMG van 84 meter afstand. Dat kan. Oh, wat hebben we hier? Oh nee, komt er weer een hacker naar binnen. Oké, ze hebben de hacker door, Ze zeggen dat ze de hacker door hebben. What? Hij is onzichtbaar! What? De hacker is onzichtbaar! Wat? De hack! Oké, wat de hack? Oh, wow, wow! Of dat was een hele goede default, of hij het aimbot. Nee, de default had aimbot. Duidelijk! Duidelijk had die default aimbot en is die niet goed. Gaming chair! Wat? Wat? Wat de hack? Wow, yo! Oh mijn god. Deze hackers zijn niet normaal. Echt, ik snap sowieso niet waarom je ooit zou hacken in een spel. Het is zo oneerlijk. Maar kijk dit man, hij valt ook nog naar beneden. Redeploy heeft hij wel bij. Oh mijn god. Oh nee, hij haalt het net niet. Maar hij gaat wel die mensen killen. Hieronder zit namelijk nog iemand, maar laat hij die leven, ja of nee? Hij doet de default dans! Hij is een hacker en hij danst ook nog op mensen. Oh, dat is echt het pure disrespect. Dat mag. Oh, what the heck? Oh mijn god, oké, we hebben hier iemand met een dripboard en hoppakee. Dit is toch onmogelijk? Dit is toch onmogelijk? Kijk dit, oh hij mist wel. Hij miste wel. Oké, deze guy die mist gewoon, terwijl hij aimbot heeft. Ja, oké, nee, daar komt het alweer. Hoppakee. Daar komt de aimbot weer tevoorschijn. What the heck? Oké, wat hebben we hier?
Hij gaat gewoon weer door met zijn driftboard. Hij blijft ook op zijn driftboard, want ja, hij hit toch alles. Dus aim hoeft hij niet echt bepaald te... Oké, dit vind ik... Waar schiet hij op? Wow, wow, wow! Zijn target zit er niet precies op en die kogels gaan allemaal aan. What the heck? Oh mijn god! Oh mijn freaking god! Wat doet deze guy allemaal? Dit is niet normaal! Die ook nog! Dit is niet normaal! Oh mijn god! Maak dat je hier wegkomt, maak dat je hier wegkomt, maak dat je hier wegkomt, maak dat je hier wegkomt! Trouwens niet! Kill de hacker, kill de hacker! Ja! Yes! We hebben de hacker gekilled! Freaking jeez, we hebben gewoon een hacker gekilled! Die mensen die aan spectators waren zeggen, oh, je bent echt de held van deze lobby. Oh mijn god, tegen degene die dus de hacker net had gekilled. We hebben hier weer een hacker en zijn naam is ook letterlijk gewoon AimbotXDXD. Oh, oh, hoe erg wil je zijn? Hoe erg wil je zijn? Alright, hier is weer iemand aan het bouwen. Ho, ho! Hoppakeetjes, lekker. Oh, trouwens niet lekker, het is een hacker. What the heck, dat is niet lekker, want het is een hacker. Ik denk de hele tijd eerst dat het een normale speler is die gewoon super goed is. Maar nee, het zijn allemaal hackers, want kijk dit dan. Oh mijn god. Helaas staat er wel your team plays 26e. Dat is wel vervelend, maar what the heck? Hier achter de boom, hij blijft gewoon precies op die boom richten waar hij zit. Die aim volgt hem gewoon, ook al zit hij achter een boom. Die aim blijft hem gewoon volgen. Dit is zo niet normaal. Oh mijn god, oké, wat hebben we hier? Die wordt weer gehit. What the heck, what the freaking heck. Oh mijn god, hij hit alles ertussendoor. Oké, wat hebben we hier? Wow, 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 wow. Hij wordt beschoten door iemand die een hacker is. Hij wordt beschoten door iemand die een hacker is. En hij heeft het door, hij heeft het door. Wow. Oh mijn god, hij zegt het al. Kijk dit dan. Oh mijn god, hij is ook helemaal blij. Wow, we hebben gewoon een hacker gevonden, zegt hij. What the heck? Report deze guy. Waarschijnlijk is hij op dit moment al geband, hoop ik. Als Fortnite dit heeft gezien. Hij mist hem. De hacker is gekilled! Oh, hij is geband in die game letterlijk. De hacker is letterlijk, ik zeg net nog, die hacker is waarschijnlijk al geband. Hij is tijdens die game al geband zelfs. What the heck? Oh mijn god, oké, Golden Carrot TV, wat is die guy allemaal aan het doen, joh? Hij glitcht zo hard. Hij vliegt door de lucht. What the heck? Wat doet deze guy allemaal? Oh, en hij heeft ook 20 kills, wat doet hij allemaal? Huh? Wat gebeurt er hier? Het is een vliegtuig game mode, maar hij heeft ook geen vliegtuig, hij vliegt gewoon door de lucht. Wat? Oh mijn god, oké, wat hebben we hier? Hij gaat met zijn minigun ook nog een beetje zitten maaien, jongen. En ze hebben de game ook nog gewonnen. Wow, oké, we hebben hier een streamer en hier is dus iemand aan het spectaten die lekker aan het hacken is. En ik denk dat deze hacker uiteindelijk ook wel geband wordt. Omdat hij gewoon live op stream aan het hacken is. Natuurlijk niet de streamer zelf, maar wel de guy die aan het spectaten is. Oh mijn god, kijk dit dan. Oh mijn god, dit is ook nog in seizoen X volgens mij. Maar what the heck, what the heck. Oh mijn god, hij hit alles. Uit de rift zelfs, van zo hoog. Met een AK, hij hit het allemaal gewoon letterlijk. What the heck, dat is echt niet normaal. Hij heeft ook gewoon al 14 kills deze hacker. Dat is echt bizar voor woorden. En hij maait er gewoon lekker een beetje op los nog steeds. Hij is geband in die game. Inderdaad, ik zei het nog. Waarschijnlijk wordt hij ook gelijk geband. En inderdaad, hij heeft de Ben Hammer te pakken in Fortnite. Zelf heb ik ook één keertje in een game gezeten. Samen met een hacker of iemand die tijdens die game tenminste geband was. Dus dat zou zomaar een hacker natuurlijk kunnen zijn. Maar toen zag ik gewoon links onderin staan. Bladidibla has been stuck bij de Ben Hammer. Oké, wat hebben we hier? Weer iemand die aimbot aan het gebruiken is. Deze keer is het Ace Boogie met 12 kills. En deze streamer denkt ook van... Wat gebeurt er hier allemaal? En dat snap ik ook volkomen, want ik begrijp het ook niet. Het is gewoon iemand die aimbot gebruikt. Oh, wow, yo! What the heck? Hij maait er op los, joh. Hij maait er letterlijk op los. Dat is niet normaal. Alright, en zij zeggen ook al, yep, dat is hoogstwaarschijnlijk aimbot. Hij heeft namelijk al 17 kills. We gaan hem adden als vriend. Hij is geband! Hij is ook in die game geband! Maar kennen mensen, dit was dan deze video. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het tof? Dus ja, klik natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En check natuurlijk een van de video's uit die jullie naast mij kunnen zien staan. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later!